Goedenavond, president. Hoe gaat het met u? Ja, we staan weer voor een uitdaging. Dus het is namelijk goed om ook de samenleving uit te leggen dat het niet alleen goed moet gaan met de president, maar het goed moet gaan met het land. En dat we alles doen, nationaal en internationaal, om te zorgen dat het beter gaat met het land en het volk. En dit is een van de gelegenheden weer om ook op internationaal niveau alles te doen. Dat we die nodige steun krijgen om die ontwikkeling hier in het land te brengen. U staat op vertrek naar Glasgow, Schotland. Wat is voor u het voornaamste doel van uw participatie aan deze summit? Kijk, als je onvoldoende bekend bent met wat de wereld in feite aan beleid wil om het milieu te beschermen en wat die plaats van Suriname daarbij is, dan zullen we het niet begrijpen. En ik denk dat het bijzonder belangrijk is om aan te geven waarom zo'n conferentie belangrijk is. Milieuconferentie, COP26 van de Verenigde Naties en die positie die Suriname inneemt. 1. De temperatuur in de wereld is aan het stijgen. En het stijgt nog steeds. Terwijl we praten hier, stijgt het. En er is een heel plan door de wereld ontwikkeld om die stijging van die temperatuur een halt toe te roepen. Maar bijna niemand hoeft zich eraan. En dat wil zeggen dat tot 2050, 2060 in Suriname de temperatuur met 3 graden gestegen zal zijn. En dat zal heel Paramaribo onder water zijn. Omdat de zeespiegel gaat stijgen. Maar ook omdat Suriname behoort tot de landen met een lage kustlijn. Wat moeten we hier doen? Waar ga je alles doen? We zoomen allemaal aan. Dus de wereld moet samen de maatregelen treffen. De geïndustrialiseerde landen, maar alle andere landen die een zodanige CO2-uitstoot hebben, die bijdragen tot die temperaturenstijging, dat ze allemaal maatregelen gaan treffen om die stijging onder die anderhalve graden te laten zijn. Dat is wat de wereld beslist. Het is niet boven 3. Het moet onder die anderhalf. Dan kan je de aarde beschermen. Dat is 1. Tweede is, dus hiervoor moet je wereldmaatregelen vragen. Tweede is namelijk dat terwijl we bedreigd worden, aan de andere kant zien we namelijk dat we een heel groot bos hebben. Dat nog beschermd is. Suriname behoort tot de landen in de top van de wereld met dichtst beboste gebieden. En dat verschaft zuurstof. Die zuurstof gebruiken wij niet alleen. Die zuurstof is voor de hele wereld. De andere landen hebben bossen kap. Ze zijn rijk geworden. Ze zijn ontwikkelde landen geworden. Wij hebben het beschermd. Dus nu verschaffen we zuurstof voor de rest van de wereld. En wat geeft de wereld terug aan ons? Niks. Nou, wij willen dat de wereld ons hiervoor moet betalen, compenseren. Mede tegen de achtergrond van die financiële crisis zijn er modaliteiten ontwikkeld om carbon credits te gaan verkopen. En daarvoor zijn er berekeningen geweest afgelopen periode die nu moeten transformeren naar de Surinaamse situatie. Dat we daarmee geld kunnen genereren. Het kapitaliseren van je bos. 2. Derde is, alle landen die olie en gas hadden, zijn hele rijke landen geworden. En no unufin olie en gas, dan hoor je plotseling een stem, omdat die olie- en gasproductie bijdraagt tot die temperatuurstijging, moeten we voorlopig een beetje mitigeren met olie en gas. Wij zeggen nee, wij hebben ook het recht om uit die olie- en gas ontwikkeling te brengen voor het volk. Alleen willen we het op een gebalanceerde wijze doen. Door naast die olie en gas, ook die zonne-energie, ook die windenergie en moderne technologie toepassen, dat er minder uitstoot is. Dat zijn de 3 issues, maar hiervoor moeten we
overeenstemming bereiken in de wereld. Hierover moeten we nationale bewustwording hebben. En ik hoop dat die bewustwording snel komt. Want we hebben een heel vervelende mentaliteit. Ja, maar even de temperatuur stijgen naar 10 voor 2050, dan minuut de. Je noemt de. Maar de pijnvloeden, je grampjeden. Dus je moet zorgen die pijn en je grampje. Je moet zorgen dat de kondersen lang de boom beschermt. Dat we niet hoeven te vluchten uit Paramaribo. En dat we alle maatregelen treffen in de wereld. Met de temperatuur stijgen stop. Maar ook beschermen kus aan een mangrove. Met andere natuurlijke mogelijkheden die er zijn. En technische mogelijkheden. Dat we onze kust goed gaan beschermen. Dat het water niet al het land van ons afpakt. President, de aanpak van bepaalde klimaatissues behoeven lokale, regionale en internationale samenwerking. Hoe staat het daarmee? Ja, dat is een van de eerste wat je moet doen. Want wat ga je als klein land kunnen bereiken? Met die wereldgiganten daar, met die hoogontwikkelde landen daar zo, met de kapitaalsterke landen. Dus het eerste wat je moet doen is, laten we samenwerken met die landen die in feite het Amazonebos beheren. Guyana, Brazilië, Frans-Guyana. We hebben daarom heel sterke samenwerking met Guyana. En een van de issues is milieu. Een van de issues is, hoe kunnen we samen optrekken om ons bos te kapitaliseren en daaruit geld te genereren, maar ook samen met Guyana de belangen van de beide landen sterk gaan behartigen en verdedigen. Want wij zijn plotseling olieproducerende landen geworden. En wij willen daaruit profijt halen voor onze bevolking en daardoor ontwikkeling brengen. Dus je moet samen trekken. Tweede is CARICOM. We hebben CARICOM meetings gehad. Ik heb ook geparticipeerd met de staatshoofd, de vergadering van CARICOM de afgelopen dagen. Om een gemeenschappelijke standpunt in te nemen en daarmee te gaan naar Glasgow. Daarnaast moet je ook rekening houden dat er andere landen in de wereld zijn die ook behoren tot de landen die een negatieve carbon credit hebben. Dat wil zeggen, hun uitstoot is lager. Waardoor ze in ieder geval behoren tot de landen die gezien moeten worden als zuurstofproviders in de wereld. Met die landen moet je gaan samenwerken. Panama is er een van ze. Aan de andere kant hebben we Bhutan, is dat een ander land. Suriname, dus met die landen voeren we ook overleg om een gezamenlijke strategie te gaan ontwikkelen en ook om samen op te trekken. En daarnaast moet je niet alleen met grote landen overleg gaan voeren, ook met die oliemaatschappijen. Alle oliemaatschappijen van ons voeren we nu al overleg en met Total hebben we al een overeenkomst getekend, wat vorige week in de regeringsraad is goedgekeurd, dat Total bereid is die studie met ons hier te gaan ontwikkelen, om ons te ondersteunen bij die green energy, maar ook mogelijkheden te bekijken om ons te ondersteunen bij het beleid rond het kapitaliseren van ons bos en ook die carbon credit. Kortom, ja, je moet allianties sluiten, omdat het hele grote belangen op het spel staan in de wereld. En als je die alliantie niet hebt, dan neem je altijd een onderdakpositie en dat willen wij niet. Met betrekking tot klimaatsveranderingswetten en verdragen, wat geniet prioriteit? Wat is eigenlijk belangrijk? Kijk, die verdragen zijn er, maar die verdragen moeten ook geïmplementeerd worden door de lidstaten. Als niet alle landen mee gaan doen, dan heb je alvast een groot risico dat we niet erin zullen slagen om die stijging van de temperatuur te doen mitigeren. We hebben bijvoorbeeld enkele jaren geleden gehad, recent, dat een ander heel groot land uitgetreden is uit het Parijsakkoord. En dat is niet goed. Gelukkig zien we een nieuwe regering in dat land, Amerika, die wel zegt, we gaan door met het Parijsakkoord. Maar zo zijn er heel wat landen die kijken heel vaak naar hun eigen belangen. Om zo weinig mogelijk maatregelen te treffen. Om die temperatuurstijging te verminderen. Maar dan krijg je over en weer beschuldigingen. Dat jij meer moet doen. Dat die meer moet doen. En die meer moet. Maar zo los je het probleem niet op. Het is een collectieve verantwoordelijkheid. We moeten gezamenlijk optrekken. En als we zien namelijk dat de stijging elk jaar
X is, dan moet de hele wereld nagaan welk aandeel de landen hebben om die X te laten verminderen. En dat is wat we moeten hebben. En niet elkaar beschuldigen en niet elkaar verwijten. En, dus we hopen dat die overeenstemming er wel is als we in Glasgow zijn. De summit start 31 oktober en duurt tot 12 november. Wanneer keert de delegatie terug en wie maakt deel uit van de delegatie? Het is een hele grote conferentie op verschillende niveaus. Er zijn technische teams die al vertrokken zijn. Van het ministerie, van ROM, van de Milieuautoriteit. Dus die gaan op technisch niveau heel wat gesprekken voeren. Er zijn twee ministers, minister ROM en minister Biebes, die al vertrokken zijn. En de minister van Financiën die moet nog afreizen het weekend. En de bedoeling is namelijk dat op verschillende niveaus wij de belangen van het land gaan behartigen. De president neemt deel aan die presidentiële summit, waar de regeringsleiders en de staatshoofden de wereld gaan toespreken. En daaromtrent krijgt de samenleving tijdig informatie op welk tijdstip het zal zijn van 2 november, Surinaamse tijd, zodat men het ook kan volgen. En dan kom ik terug. Ik ben de 4e van november terug. Dank u wel, excellentie, en een vruchtbare reis naar Schotland. Ja, bedankt en ik roep het volk op om bewuster te worden. Laten we een handje helpen daar, die professor Naipaal die bezig is met die mangroeven aanplanten. Dat wij als regering ook vanuit de overheid alle ondersteuning geven. De particulieren, de bedrijven, de private ondernemingen, NGO's. En ieder moet betrokken raken. Om te zorgen dat we alles in het land doen, dat onze kust goed beschermd wordt. Maar tegelijkertijd dat we ook alle ondersteuning krijgen. Hier mag er geen kwestie zijn van oppositie, coalitie. Hier mag geen kwestie zijn van, we zijn niet eens met olie en gas. Hier moeten we eens zijn met de nationale agenda van Suriname, wat ik net belicht heb. Dat we gaan om maximum profijt te halen uit ons bos. Dat we gaan om maximum profijt te halen uit onze olie en gas. Dat we een gebalanceerde energiestrategie willen naar die groene energie. Dat er meerdere soorten van energie hier gaan komen. Dat die bewustwording hier komt. En niet eindelijk na elk eten een plasticje weggooien en een petfles weggooien. Dat er ordening komt en sorteren komt in ons afval- en afvalverwerking systeem. Maar dat we milieubewust worden. En dat is wat ik oproep. Anders heeft zulke conferenties weinig zin als we op thuisfront onvoldoende bewust zijn en onvoldoende maatregelen treffen om te zorgen dat ons planeet aarde nog kan bestaan.